Wist je dat er per dag zo'n 13 mensen in Nederland overlijden na een val? En de meeste van deze mensen zijn 80 jaar en ouder, omdat ze nou eenmaal brozere botten hebben. Nou, de onderzoekers van NHL Stennen hebben hier iets op bedacht om het valgevaar bij ouderen te verminderen. En ze ontwikkelden het mollenspel. En dat spel wordt hier achter mij gespeeld in Frittemahof in Sneek. Je bent verpleegkundige student en je doet hier onderzoek naar ouderen in combinatie met het spel. Waar let jij op? Ik let op hoe ver zij hun voeten kunnen bewegen, hoe snel ze hem kunnen bewegen. Of ze het leuk vinden natuurlijk, vind ik ook heel belangrijk. Wat was voor jou een beetje de moeilijkheid om dat vanuit het onderwijs echt naar de praktijk toe te trekken? Toen ik hier bij Frittemahof voor het eerst kwam, ben je wel een beetje van, oh jee, nu heb ik ouderen nodig en ik ken niemand hier. Toen heb ik dus contact gekregen met Moses en Mirjam van activiteitenbegeleiding. En daarmee heb ik eigenlijk samen ouderen geselecteerd voor het onderzoek. En zo ben ik verschillende ouderen ben ik ermee bezig geweest. Wat wil je zelf eigenlijk met het onderzoek laten zien? Vooral hoe het mollenspel hier binnen Frittemahof ingezet kan worden. Klaar voor de start. 3, 2, 1 en go. Nou, kom maar. En hoe werkt dit? Er komt een molletje uit het gat en wat moet u dan doen? Daar bovenop staan gaan. Moet je aanraken. Je kan ze beter niet in je tuin hebben. Maar dit is zo wel leuk om te doen, toch? Dit is wel leuk te doen, hoor. Jij bent met je voeten bezig. Anders ben je met je handen bezig vaak. Tenminste, ik mag graag breien. Dus dat is een heel verschil. Je moet wel even bij nadenken. Je moet wel even snel hier rond 30. Laura, je bent onderzoeker. Hoe is dit spel ontstaan? Het spel is ontstaan toen Marcel, degene die het spel gemaakt heeft, bij zijn oma op bezoek was. En die zag dat best wel veel oudere mensen hun dag doorbrachten door koffie te drinken, een beetje voor zich uit te kijken. En dat was het eigenlijk. En hij dacht, dat moet op een leukere manier kunnen. En op datzelfde moment hadden wij de Hebi Hebi, een Japans spel, op de hogeschool staan. Hebi Hebi betekent slang slang. En daarvan hebben we gedacht, daar kunnen we een Nederlandse versie van maken. In Nederland hebben we vaak last van mollen in de tuin, in Japan hebben ze slangen. Dus wij hebben het mollenspel daarvan gemaakt. Hoe breng je techniek naar de zorg, dus eigenlijk naar het werkveld? Nou, wat wij altijd heel belangrijk vinden is dat er in eerste instantie een vraag vanuit de praktijk komt. Dus dat ze in de zorg ergens tegenaan lopen. Bijvoorbeeld, zoals in dit geval, de dagbesteding van mensen. Die vraag, daar zit vaak een andere vraag achter. Dus het is in eerste instantie zoeken naar wat is die behoefte. En daar kan dan een oplossing bij passen. Nou, dat kan heel vaak technologie zijn. Bijvoorbeeld een spel als het mollenspel. Dat maakt het mogelijk dat mensen op een hele leuke manier, op een interactieve manier met elkaar kunnen spelen. Waar ze dat misschien normaal niet meer zouden kunnen of op een andere manier zouden doen. Dus zo voegt die techniek wat toe. Moses, jij bent activiteitenbegeleider en ook aanwezig bij het spel. Wat zie je dan? Ik zie het spel, maar nog belangrijker de bewoner die hier in Frittemahof woont. Ze hebben plezier tijdens het spel en daar draait het veelal om. Maar daaraan gekoppeld zit ook dat mensen lichamelijk bezig zijn en dan ook in conditie blijven, in goede conditie, of zelfs verbeteren. En daar gaan we altijd voor. Als je naar de bewoners kijkt, wat voor reacties geven ze dan? Oh, wat is dit leuk. Oh, wat genieten we weer. En daar gaat het om. En soms zie je ook zelfs vriendschappen ontstaan tijdens bepaalde activiteiten. Dus mensen komen bij elkaar en hebben contact en connectie ontstaat er. En dat is heel mooi. Ja, ik moet het zelf natuurlijk ook even proberen. Dus Marije, zwengel hem maar aan. Ja, prima. Doen we hem eerst wel eventjes wat sneller. Ja, ik kan wel even wat actie in de tent, toch? Ja. Oké. Klaar voor de start. 3, 2, 1. Oh, hè? Ik moet even de handigheid er een beetje in vinden, hoor. Ik word wel echt fanatiek. Ja. Nou, perfect. 110. Wat vond je ervan? Nou, goed toch? Ging goed. Ja, ik moet zeggen, ik voel het wel echt gewoon in mijn benen, in mijn kuiten. Ja, snap ik. Ja,
Ook als je het al een paar keer achter elkaar speelt, dan merk je het wel. Ja, gewoon echt omdat je vanuit je zithouding zeg maar eigenlijk die bewegingen maakt. Dus dat is dan wel heel goed. Ja, en dat is dus ook wat we voor de ouderen willen. Nou, dat spel dat voel je wel echt heel erg in je benen. Maar het is ook een heel goed voorbeeld van hoe onderwijs, onderzoek en praktijk bij elkaar komen. En het is ook nog eens hartstikke leuk om te doen.